Ik ben Ralf van Os en verantwoordelijk voor de inkoop van houdbare sappen bij Albert Heijn. De afgelopen maanden hebben wij met onze ketenpartners hard gewerkt aan het maximaliseren van transparantie in de keten van sinaasappelen uit Brazilië. Ontzettend trots dat ik nu kan zeggen dat we elke stap kennen en dat we door middel van blockchain technologie voor de klant inzichtelijk maken wat al deze sappige details zijn. De klant kan dadelijk de QR-code scannen en zelfs een persoonlijk bericht of een like sturen hier aan de plukkers op de plantage in Brazilië. Ik ben Niels Goudsmits en ik werk voor Refresco. Ik ben op dit moment op een sinaasappelboerderij van Louis Dreyfus. Samen met Albert Heijn en Sim. Om te werken aan een transparantere sinaasappelsapketen. Wij als onafhankelijke bottelaar hebben alle partijen in de keten samengebracht. Om uiteindelijk het verhaal achter de fles sinaasappelsap in kaart te brengen. Dat doen wij door middel van blockchain technologie. Maar daar stopt het niet voor ons. Daarnaast werken wij er ook aan om de keten duurzamer te maken. Ik ben Leontien Hasselman-Plugge en ik ben de CEO van Sim Supply Chain. Ik sta hier in Brazilië op een sinaasappelfarm omdat wij samen met onze lange termijn partner Albert Heijn, met Refresco en met LDC aan dit project samenwerken. Met dit project launchen wij ook de Powerchain, dat is onze blockchain oplossing. Met deze blockchain oplossing helpen wij onze partners transparantie in de keten creëren, producten traceable te maken en duurzaamheids- en voedselveiligheidsaspecten te belichten. Wat ik het zelf het leukste vind aan dit project, is dat wij ook proberen de afstand tussen een consument en een boer op dit soort farms te verkleinen. Met dit project kan je bijvoorbeeld een like, een bericht of zelfs een foto sturen naar boeren die aan sinaasappelsap hebben gewerkt die op deze farm is gemaakt.